Ik zie daar op de achtergrond zie ik onze coach al staan. Die staat daar in Malmö. Hij is aan het juichen. Zijn hart klopt echt werkelijk. Ja. Coach, vertel eens eventjes. Hoe is het daar allemaal? Ja, het is hier gekkenhuis. Maar wat een spanning, jongens. Oh. Er zaten echt een aantal landen bij waarvan niemand had gedacht dat ze door zouden gaan naar de finale. Zoals België, daar heb ik jullie net al over horen praten, bungelt echt onder aan de lijst als het gaat om de bookmakers. Die ging door. Ik denk, nee, het gaat toch niet gebeuren dat we er weer naast zitten. Maar die laatste envelop was, geloof ik, ik kon niet helemaal volgen hier, kwam dan eindelijk toch het verlossende woord. En hoe belangrijk is dit voor Nederland en het Songfestival? Want als het nu niet was gelukt, wie had er dan volgend jaar opgestaan? Ik denk dat Anouk nu heeft gezorgd voor een doorbraak. En dat er volgend jaar heel veel bekende zangers en zangeressen in de rij staan om er aan mee te doen. Want zij laat zien dat het dus kan. Met een heel goed nummer, inhoud, performance. Ze heeft gewoon helemaal haar eigen weg gekozen. Ik ben fantastisch helemaal hier. We hebben trouwens beelden, die kan ik nu niet laten zien, van de hele Tros-directie die hier in het perscentrum totaal uit hun pan ging. Want ook de Tros, ja, ze hebben natuurlijk een aantal jaren doen ze dit. En als het nu weer niet gelukt was, de EBU die keek al een beetje mee, want gaat dat wel goed aan met die selectieprocedure in Nederland? Maar goed, gelukkig, we zijn erbij sinds 2004, reunion. Wat heeft ze het prachtig gedaan. Op dit moment gaat Anouk naar de persconferentieruimte. Alle 10 finalisten die door zijn gegaan naar de finale, die worden verzameld hier achter mij in het stadion. En die gaan dan zo naar een persconferentie. Daar ben ik straks natuurlijk bij. Ik wacht wel eventjes op Jan Smit en Daniel Dekker. Want die gaan hier naartoe komen en dan praten we even met hun verder. En doe ik ondertussen mijn oortje weer even in. Want ik had een hele flinke echo. Want misschien willen jullie nog wel wat vragen. Ja. Want de twee commentatoren van het Songfestival, die komen straks naar me toe. En dan ga ik met hun even napraten. Maar wat was het spannend. En wat gaat het nog leuk worden. Want ja, Edcilia, jij zei het al. Even we hebben eigenlijk al gewonnen. Even één vraag wat ga ik je zaterdag stellen. Gebeurt. Joh, wat maakt het uit? Ja? Coach, ik ga je nu één vraag stellen. Ik vind het zo mooi om jou zo enthousiast te zien. En dan zie ik ook al die 2,5 miljoen mensen die thuis hebben zitten genieten van die winst. Eindelijk hebben we een keer iets gewonnen op het Songfestival. Al die deceptie. Maar wij vroegen ons hier een beetje af. Hoe kwam het eigenlijk dat ze haar ogen niet open kreeg? Had het iets te maken misschien met die Hans Klok windmachine? Nee, dat is allemaal van tevoren getest. Hè. Ze hadden hem eerst heel hard gezet, uiteindelijk toch een beetje zacht gedaan. Ik denk dat Anouk de manier is. Ze heeft het ook eerder aangegeven in interviews tijdens de persconferentie laat. Van ja, ik moet daar niet te veel mee bezig zijn met kijken in een camera. Want dan gaat de kosten van de manier waarop ik mijn nummer doe. En ik vind dat ze het nu heel subtiel heeft gedaan. Want ze keek niet echt zo de camera in, maar ze had wel degelijk echt contact hoor. Okay, dankjewel Koos, super. Jij komt zo meteen terug met Daniel Dekker en Jan Smit. Ik ben heel benieuwd wat hun visie erop is.